PSV speelt zondag in eigen stadion tegen Ajax. De verwachtingen zijn hoog gespannen, want de clubs zijn aan elkaar gewaagd. Maar na de 1-0 winst tegen Legia Warschau van gisteravond heeft Fred Rutte er alle vertrouwen in. Op onze manier van spelen, zoals wij dat kunnen, van onze eigen kracht, maar wel in oogschouw nemen dat je een tegenstander ook moet analyseren. En moet gaan kijken naar waar zitten hun sterkte en waar zitten hun zwakte. Dan moeten wij van onze tegenstander dat ook zo gaan doen. Van deze wedstrijd hangt veel af. Als PSV wint, dan komen ze op de ranglijst gelijk te staan met Ajax. Verliest PSV, dan wordt de afstand met Ajax wel heel groot. De fans van de club zijn nog niet helemaal gerust op een glansrijke overwinning. Als we bepaalde spelers niet niveau halen, dan vind ik dat hij gewoon moet wisselen. Dan, in mijn ogen dan heeft hij... Als je ziet dat één speler heel de tijd naar binnen trekt, dan moet hij gewoon de speler eruit halen en dan een andere jeugdige speler erin zetten die wel wil voetballen. Ja, ik denk dat er bijgesprekken moet worden. Ik denk dat Ajax is een andere tegenstander dan Legia. Maar het is een wedstrijd op zich, maar er moet wel wat veranderen, denk ik. Ja. Deze spelers, ze is niet ingemaakt worden, dat sowieso niet, maar het zal gewoon moeilijk worden. Misschien wordt het een 0-0, 0-1. Ik verwacht van PSV Ajax altijd speciale wedstrijden. Dat kan alle kanten op. Ze kunnen een mooie overwinning halen, maar voor hetzelfde geld kunnen ze ook hier tegen een zeper oplopen. Maar er zijn altijd speciale wedstrijden. Bij twee topclubs is moeilijk te voorspellen wie er favoriet is. Maar daar heeft Rutte geen moeite mee. Ja, ik ving dat ook op. Ja. En, zo wisselend is voetballand. Dat een dag of 5-6 terug... Was maar één favoriet. Ja, nu zijn wij favoriet. Licht favoriet, hoe je het ook maar noemt. Het zij zo. Ik heb er geen probleem mee. Rutte wil de uitslag van de wedstrijd tegen Ajax niet voorspellen, maar spannend wordt het zeker.